Wil je je ontwerp in de erfgoed-app rijker maken? Dan kan je je design ontwerpen in Canva en importeren in de PixLive Editor. Canva is een ontwerpplatform dat wordt gebruikt om afbeeldingen, presentaties, posters, documenten en andere visuele inhoud voor sociale media te maken. Als je de andere tutorials hebt bekeken, kan je je afvragen wat de meerwaarde is aan Canva. Het is namelijk ook mogelijk om je ontwerp rechtstreeks in de PixLive Editor te maken. Wel, Canva biedt enerzijds meer mogelijkheden om een mooier design te maken en anderzijds laat het toe een universeel thema te creëren. Als je bijvoorbeeld meerdere tours maakt op de Erfgoed app in hetzelfde design, maakt het het eenvoudiger en herkenbaar voor gebruikers. In deze tutorial worden de basisstappen uitgelegd om een ontwerp te maken met behulp van Canva. En deze vervolgens te importeren in de Pixlife Editor. Om te beginnen aan je ontwerp kan je rechtsboven klikken op de knop Een ontwerp maken. Hier worden allerlei afmetingen voorgesteld. Voor een tour in de erfgoed-app kies je best een aangepast formaat. Stel het formaat in op 79 bij 140 cm. Vergeet vooral niet de waarde aan te passen naar centimeter. Klik daarna op Een nieuw ontwerp maken. En dan kan je aan de slag. Vervolgens komen we uit op het werkblad. In de linkerbalk staan de tools waarmee je je design kan ontwerpen. In deze tutorial leg ik kort uit wat de functie van elke tool is. Maar voel je vooral vrij om er zelf mee te experimenteren en nieuwe dingen te ontdekken. Onder ontwerp vind je kant-en-klare schablonen. Je kan hierbij ook gericht zoeken naar een bepaald thema, gaande van formele naar informele thema's. Als je bepaalde voorkeuren voor ogen hebt, kan je ook een filter instellen op de zoekopdracht, zoals specifieke kleuren of taal. Dit doe je door op de schuifbalkjes in de zoekbalk te klikken. Daar verschijnt er een menu waarin je je zoekopdracht kunt specificeren. Onder Elementen vind je vormen, pijlen, stickers die je op je ontwerp kunt plakken. Ook hier kan je in de zoekbalk naar specifieke elementen zoeken. Klik of sleep de vorm vervolgens naar je werkblad. Bij het plaatsen van een vorm kan je de kleur wijzigen door op de vorm zelf te klikken. Er verschijnt dan bovenaan een menu waarbij je de vorm kan aanpassen. Je kan bijvoorbeeld de vorm zelf wijzigen en de kleur of dikte van de omtrek aanpassen. Mocht je tekst willen toevoegen op je vorm, dan kan je de tekststijl, grootte of kleur uiteraard ook bewerken. Daarnaast kan je ook de positie van de vorm wijzigen door het op bevoor of achtergrond te plaatsen. Onder Uploads kan je je eigen afbeeldingen in Canva inladen. Bij Projecten kan je je voorgaande projecten vinden. Bij Achtergrond kan je de achtergrond wijzigen. Hierbij heb je de keuze tussen vlakke kleuren, landschappen, texturen, overgangen enzovoort. Vergeet vooral niet regelmatig op te slaan. Dit kan je doen onder Bestand, linksbovenaan. Als je op een later moment verder wilt werken aan je ontwerp, kan je je concept vinden bij projecten, zoals eerder vermeld. Onder je werkblad staat een knop met Pagina toevoegen. Zo kan je verschillende pagina's ontwerpen. Met de schuifbalk kan je tussen je pagina's scrollen. Als je ontwerp klaar is, gaan we verder met stap 2. Je Canva-ontwerp integreren in de PixLive-editor. Om dit te bereiken moet je eerst het Canva-ontwerp downloaden op je computer. Dit doe je door linksbovenaan op Delen te klikken. Er opent zich nu een menu waar onderaan de knop Downloaden toelaat om het bestand te downloaden. Voor je het bestand downloadt kan je instellen wat je precies wilt downloaden. Je kan ervoor kiezen om al je pagina's tegelijk te downloaden of één specifieke pagina. Bovendien kan je je bestandstype instellen. Voor de erfgoed-app stel je best JPG in. Als alles is ingesteld, klik je op de grote paarse knop Downloaden. Vervolgens wordt je bestand opgeslagen op je computer bij Download. Indien je meerdere pagina's tegelijk downloadt, worden je ontwerpen opgeslagen onder een zip-bestand. Vergeet hierbij je zip-bestand niet eerst uit te pakken. Dit doe je door op je rechtermuis te klikken op het bestand en dan uitpakken te selecteren. Nu staat je ontwerp in het juiste formaat om te worden ingeladen in de PixLive Editor. Even belangrijk om te vermelden, is dat ik nu even kort inzoom op het specifieke gebruik van Canva binnen de Pixlife Editor. Om verder aan de slag te gaan met de Pixlife Editor verwijs ik je graag door naar de andere tutorials op Varo. Om te verklaren hoe je je ontwerp integreert in de PixLive Editor, neem ik het voorbeeld van de reeds gemaakte tour over het streekhuis van de Westhoek. Zij hebben meerdere tours ontworpen, en met behulp van Canva zijn al deze tours in dezelfde universele stijl. Om je Canva-ontwerp in te laden, klik je op Image. Er verschijnt een menu waarbij je de mogelijkheid hebt om eigen afbeeldingen vanuit je computer op te laden. Zoek je Canva-ontwerp onder Downloads en voeg het in de PixLive-editor. Het is belangrijk om te weten dat je telkens maar één afbeelding tegelijk kan opladen. Je kan naast afbeeldingen ook buttons creëren met Canva. Hier zijn bijvoorbeeld pijlen gemaakt om een pagina vooruit of terug te gaan. Ook de button Meer Info is op deze manier gemaakt. Dit doe je als volgt. Eerst creëer je je eigen button in Canva. Je kan werken met verschillende pijlen, vormen, kleuren. Indien je tevreden bent, selecteer je al deze elementen die je button vormen. Ga met je cursor op de geselecteerde elementen staan en klik op je rechtermuis. Onderaan het menu klik je op Selectie Downloaden. Deze actie zorgt er dus voor dat je niet de volledige pagina downloadt, maar dus enkel de elementen die je button vormen. Je krijgt nu hetzelfde menu als voorheen. Pas het bestandstype aan naar jpg en download het bestand op je computer. De button importeer je op dezelfde manier als voorheen in de Pixlive Editor. Klik in het menu op Image button en selecteer het bestand uit je computer. Ziezo, op deze manier kan je met Canva een eigen design maken en integreren in de Erfgoed app.